Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Vandaag zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer reeds donderdag 17 oktober, maar dat zei ik vannacht ook nog. Maar we leven nu een aantal uren later, en dat is 12:54 en Google Hub die zegt dat het 16 graden is. Nou krijg ik vermoedelijk spam binnen. Nou, dan sluiten we dat lekker af. Zo. Dat blokkeren we gelijk. Dus helemaal op top. Daar kwam die op binnen. Hup, erop drukken. En dan is het... dit nummer blokkeren. Geblokkeerd en nou is het weggooien. Voilà, dat dus. Maar er is een chique hier, die heeft het net overgegeven, maar ja, die doet het zo zachtjes en dan hoor je het amper. Dus ik was weer te laat, want de dame deed het in de mand en dat is onze grote meid Elwing. Ja, arm kind, hè? Konden we gelijk weer schoonmaken, meisje. Konden we gelijk weer schoonmaken, hè, liefie. Ja. Mag je niet helemaal in orde nou, hè. Ja, potentiekie, hè. Komt wel weer goed, hoor, schat. Ja. Dus ja, ik moest dweilen met de kraan open, zeg maar dan. En de boel die staat buiten. De mand is schoon gebleven, maar die kussen die erin lag, ja, die kan, heb ik een beetje gespoeld. En die kan dan wel in de wasmachine. Ja, dat dus. En dan zullen we zo meteen even bellen naar, GGN. En dat zit in Rotterdam. Van wat moet ik met post van een ander hier ook doen? Ja! Ik ken die persoon niet. Nee. Heeft hij ook nooit gewoond? Nee. Ik weet niet hoor. Maar in ieder geval, maakt niet uit. We moeten ook wachten op Willy, want die komt ook. En ik had al, nou ja, weer terug kunnen wezen als zij niet had overgegeven. En dat kan je moeilijk laten liggen, dus dat ging allemaal weer eerst voor. En mijn bril is ook ver van schoon. Er zit een plekje op. Ja, ik ben bezig geweest met water. Wat wil je? Ja, en ik heb nou ook paars op. Zoals jullie zien. Want om het rode zit ook een paar heel dun paars randje. Dus ja, rood en paars. Waarom ook niet? Zwart, rood en paars is mijn jurk. Kan er niks aan doen. Maar het is wel zo. Hè, Karel? Ja, zeg maar Karel. Ja. En dan moet ik even, er staat ook een afwas, maar het is, ja, ho, hier blijf jij. Het staat allemaal uit elkaar. Ja, en ik hoor jou ook piepen. Mijn horloge, zo. Dat dus. Maar ja, ik zit nog steeds te praktiseren hoe ik het met Karel wil hebben. Ja, maar oké. Wie weet, heeft Willy een idee? Ja toch? Ja, we weten het niet. Maar in ieder geval, we gaan gewoon verder erover nadenken wat Karel aangaat en dan zien we het wel. Ik ga de kopjes even afwassen en de boel even een beetje proberen in elkaar te zetten verder. En eerst bellen. Ja, dat dus. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Doen wij ook. Het heeft vanochtend al geregend, maar het is nu droog. Dus
Ik hoop dat het zo mag blijven. Ja. Ik zag dat er niks kwam. Nee, nog steeds daar niet. Geen neerslag verwacht. En ook bij dat andere niet. Nee, kijk maar, geen neerslag. Dus laten we het hopen dat het dan zo blijft. Dat dus. Nou, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden. Jullie weten dat ik een brief binnen had gekregen van het GGN. Een in of andere deurwaarderskantoor. Maar ik heb net gebeld en kreeg een bandje te horen dat er nou momenteel heel veel brieven in de omloop zijn, dat ze zijn verstuurd vanaf het GGN, maar het is niet het GGN, het is allemaal weer vals. Ze willen dan weer dat je betaalt, bla 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 bla, maar niet betalen, lieve vrienden. Als jullie ook een brief van het GGN krijgen, om wat voor manier dan ook, het is vals. Het is een valstrik dat je weer geld kwijtraakt. Denk er dus allemaal om. Ja, ik waarschuw. Dus dat dus. Nou, ik kreeg een foto van Mary. Ja, ken je dat? Ik vind geen gezicht. Ja, wie ben ik? Ook ja. Kijk zelf maar. Dat is Mary. Ik vind het niet mooi. Maar ja, wie ben ik? Zij vindt misschien dat voor mij niet mooi, maar... Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Dat dus. Hebben jullie Mary ook weer even gezien? Ze woont helemaal in... weet ik veel waar. Ja. Bruis. Ja, hoe heet het daar nou? Heerlen, geloof ik, of... Zoiets. Heerlen. Dus ja, die komt 1, 2, 3 niet meer hier vanzelf. En ik kom sowieso al daar niet. Nee, hoe moet ik er komen? Ja, met de trein. Maar ik rijd scootmobiel, dus ja, ik weet niet waar of daar een station is. Ik weet niks. Kan we wel even zoeken daar niet van, maar... eens even koekeloeren. Ja jongens, ja, Google Maps, dan moet ik al die kaartjes weer wegklikken, daar word je toch gek van. En ik snap niet waarom dat op mijn computer komt, van mijn telefoon hè, wat ik op mijn telefoon binnenkrijg, dan hoef ik toch niet op mijn computer binnen te krijgen. Firefox en mozzarella. Hoe dan? Ik vind het zo bizar. Die ging ook weg. Zo, wat zei ik? Heerlijk. Nou, gaan we dat toch even intypen. Heerlijk. Heerlen? Heerlijk. Ik weet niet. Het zal Heerlen wezen. Wat dan neemt u de buurt als dat Heerlen is? Helemaal nog onder Eindhoven. Vlak bij, wat zag ik nou net staan? Bodegraven of zoiets? Nou, het zal. Maar in ieder geval, daar woont ze dus in de buurt. En daar hebben we onze Willy. Hoi. Hoi. En dus, maar oké, ja, ik ga hier ook verder, omdat ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ik moet voor Karin nog aan de gang en ik moet Karin nog bellen, omdat dat ene niet wilt. Dus ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles, maar geniet ook weer een beetje mee. Tot later. Nou, dat meisje ligt daar lekker. Ook niet in orde. Ze is gelukkig nog niet overgegeven, maar ze is niet in orde. Daar ligt mijn andere meisje. En die, die laat ik niet leggen. Nee, want als die wakker wordt, gaat hij op de struinen en dan komt hij aan de speen of wat dan ook. Of hij gaat op de zon. Trouwens zitten wat ik niet wil hebben, dus die gaat achter de deur. Want ja,
ik ga de hort op. Ik zal even zien of mijn broer en mijn schoonzusje thuis zijn. Daar kijk ik dus niet film of wat dan ook. Maar ik moet nog steeds wat afgeven daar. En ook weer mee terugnemen voor Kaar en Roderick. Ja. Dus ik hoop dat ze thuis zijn en dat ik even binnen kan komen voor een bakkie. Ja. En dat ze niks speciaals hebben. Dat dus. Maar in ieder geval, ik gooi het ook niet door de brievenbus. Want ze weten niet wat ze doen moeten. Ja, dat dus. Maar het komt allemaal goed. Ik ga er gewoon even naartoe. Kan nou. Ik heb wel mijn dikke jas weer aan, want ik zit stil op de booster. En we vliegen eventjes binnen erdoor, ernaartoe. En dan zien we het wel of ik weg blijf, ja of nee. Ja, als ik weg blijf, ja, dan is het zo wat donker voordat ik terugkom. Bij wijze van. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet van alles. En geniet weer een beetje mee. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik heb de meisjes ook al uitgelaten. De boodschappen heb ik al in huis. Brood, 4 zakken. Ja, lekker. Hoppa. En ik krijg morgenmiddag een visite. Dat kan ik misschien, denk ik, waarschijnlijk, denk ik heel zeker, niet filmen, niet vloggen. Want dat is een ouder iemand ook. Ja, ik heb hier lekkere andijvie. Ik heb er gewoon zin in de komende dagen. Ik heb nieuwe, ja, cheese. Cottage cheese van melkkan, dat is weer goedkoper. Dus ja, hè, wie doet je wat? Die kan eruit, want dat ga ik nou weer eten met vleesje erbij. Zo, jij kan dicht. Ja, ja, ga jij eens even fietsen stelen? Wat ligt daar? Oh, niks, dat is mijn vest. 2 kaars, rood en groen. Hè, boerenfatsoen, zeggen we dan. Vleeswaren. Ja, dat dus. Dat is bij jou, Karel. Hij wil dat niet. Ga je daar staan. Hoppa, hoppa. En nou ja, een flesje voor mij. Ja, en wat ik wou, dat was je niet. Deze is ook weer duurder. Dit is een Merlot. Ja, oeh, maak nog reclame ook, wat ik niet mag. Maar ja, kan er niks aan doen. Ik word niet gesponsord. Nee, nee. Wordt niet gesponsord. Nou, dan kan die weer dicht. Zo. Voilà. Kiekeboe. Ja, ik ben back af en ik ben nog lang niet klaar. Want ik moet de vaatwasser nog doen. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten voor mezelf en eigenlijk ook voor Karin. Want ja, die moet dit weekend online, die van Karin. Dus ja, dat is... Ja, miauw. Wat is er met je miauw? Voilà. Zo. Kom nou hier. 2 kaars. Hop, hop, boterham, nee, ham, ja, snijworst en gebraden hart. Ik denk, ik doe even te zuinig met mijn geld. Ja, want ja, het vliegt momenteel uit mijn portemonnee vandaan. Aangezien ik nu al aan mijn spaargeld momenteel zit. Want ja, een nieuwe beeldscherm kost ook geld. Ja, dat dus. En mijn regenjas, dat kost ook meer dan ik had verwacht. Maar ja, het moet wel gedaan worden. Ik kan er niks aan doen. Zo. Ja, dan moet ik ook opruimen. Maar dan doe ik jullie weer even uit. Want dan zien jullie me meer niet dan wel. Dus, hoppa.
Ja, dat zit ook nog in mijn tas. Nou ja, komt wel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appétit als je ook laat bent. Een hele fijne, liefdevolle avond. En tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ga met de meisjes even lopen. Want dat is nog bezig. Dat is voor Karin. Dus dat loopt wel. Draait wel. Rolt wel. Weet ik veel wat. Dat ik mooi met de meisjes uit. En als ik terug kon hopen, ja, dan zal hij wel klaar wezen. Ja. En ik moet die vaatwasser. Ja, eigenlijk ben ik nog niet aan toegekomen. Andere dingen gedaan. Dus ja, dan hoop ik dat ik dat straks nog een keer doen voordat ik naar bed toe ga. Want het is nou ook alweer 7:07. En ik had eigenlijk al willen liggen. Ja, maar ze wou dit morgen al online hebben. Dan is bij mij eigenlijk nog geen weekend. Ze wou het met weekend online hebben. Ik denk, ja, dan kan ik het morgenavond nog maken. Maar dat gaat het hem niet worden. Nee, hij moet maar strakjes om 14 uur online. Dus nee, jij komt nou niet op schoot. Jij gaat achter de deur. Dat dus. Maar in ieder geval, ik wens jullie alvast wel een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, kan al het iets lastig. Maar in ieder geval, buiten dat om. Jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, lieve vrienden, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei.